het gaat uitstekend met de coronasituatie. Betekent dat dat we naar het oude normaal terugkeren? Ik ga het vragen aan burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. En we hebben het ook over overlast in de binnenstad. De Wouwkade is afgesloten om die tegen te gaan. Helpt dit? En tot slot, we doen een voorspelling. Wie gaat het EK winnen? Meneer Bruls, we beginnen zoals altijd weer met een aantal stellingen waarmee u het eens kunt zijn of oneens. En daar komen we dan later op terug. Mm-hmm. Een verrassende promotie smaakt veel lekkerder dan een verwachte promotie. Ja. Eens. De Wouwkade is afgesloten. Nu gaat de overlast zich verplaatsen naar andere delen in het centrum. Oneens. Oneens. Het gaat zo goed met de coronacijfers dat we in de derde week van juli misschien toch wel het een en ander kunnen organiseren. Eens. Eens. Ik, dan bent u dus, ga naar het buitenland op vakantie deze zomer. Oneens. Oneens. Veel van de maatregelen zijn eraf, de coronamaatregelen, maar het oude normaal keert nooit meer terug. Oneens. Oneens. Laten we daar eens even op doorgaan. Het oude normaal keert nooit meer terug. Denkt u dat we in halverwege 2022 weer precies zo leven als halverwege 2019? Nee, maar we leefden in 2019 ook niet precies zoals in 2009. Nee. Natuurlijk gaan de dingen wel veranderen, maar ik denk dat mensen erg gewoontedieren zijn, ook wel conservatief vasthouden aan gewoonte. En hoewel ik het best zou toejuichen als we op een aantal dingen wat zouden veranderen, denk ik dat we op heel veel onderdelen wel weer de draad gaan oppakken. Natuurlijk zullen we dingen veranderen. Ik kan me best voorstellen dat we wat meer via beeldbellen vergaderingen hebben. Ja. Zeker als we meer moeten reizen. Maar je ziet het nu al, hè? Die auto's staan weer op de weg. De fietsen gaan er rond. En ik voorspel u, hoewel ik dat zou toejuichen als het niet zo is, die vliegtuigen gaan ook weer vol zitten. Hoewel het toch eigenlijk voor de hand ligt om... Laat ik zo zeggen, hoeveel slechter hebben we geleerd door niet in een vliegtuig over de hele wereld te trekken. We hebben dat heel erg goed kunnen opvangen met digitale oplossingen. En we zijn er eigenlijk ook achter gekomen dat als we wat rustiger leven, toch een heleboel dingen kunnen doen. Ja. Een aantal dingen ben ik natuurlijk hartstikke blij, zoals iedereen weer kunnen. Dat je naar buiten kunt, dat je weer bij elkaar kunt komen. Leuke en ook minder leuke dingen gewoon samen kunt beleven. Dat gaan we gewoon weer doen. En tegen die achtergrond zeg ik van ja, we gaan volgend jaar, want dat was uw vraag, dan zitten we echt wel heel veel weer op de manieren zoals we pak een beet in 2019, moet ik zeggen, in de zomer zaten. Ja, want u heeft al eerder min of meer opgeroepen van dit is een moment om daarop te reflecteren. Om eens te kijken, doen we de dingen wel op een goede manier? Maar ik ben dus niet heel erg optimistisch over mijn eigen woorden, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar mensen zijn gewoon gewoontedieren. Dat is op zich ook goed. Kijk, we hebben natuurlijk in de loop van honderden van duizenden jaren ook bepaalde gebruiken opgebouwd. Die zijn misschien niet allemaal even goed of zo, maar die zijn ook niet voor niets zo opgebouwd. Nee. We gaan naar elkaar toe. We willen bij elkaar zijn, ook als dat misschien wat verstandiger was, om afstand te houden. Bijvoorbeeld, als je terugkijkt op de afgelopen winter, dat was natuurlijk een dramatische winter met al die lockdown maatregelen. Ja. Maar hij was niet alleen goed om afstand te houden van corona, maar het heeft ook op het gebied van verkoudheid en griep heel positief uitgewerkt. Met andere woorden, in de koude maanden wat meer afstand nemen en niet de hele tijd handen schudden en elkaar omhelzen, ja, heeft wel effecten op dat soort ziekten, waardoor we uitval. Met andere woorden, fitter op die manier die winter doorkomen. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook sociale dieren. Daarom, en hebben we elkaar nodig. Ik denk dat we elkaar weer om de hals gaan vallen. Ja, dat sluit ik allemaal niet in. Dat hoeft niet per se ons tweeën te betreffen, maar in het algemeen zal dat zeker zo zijn. Ja. Die afspraak kunnen we best maken, hoor. Ja, nee, maar goed. Maar kijk, dat is ook heel logisch. Ik was zelf ook altijd iemand die handen gaf aan mensen. En ik verbaas me steeds over hoe snel je gedrag aanpast. Dus het kan wel, hè? Ja. Je kan je gedrag aanpassen. Maar ja, het is ook een uitdrukking door elkaar even aan te raken van hey, hallo, welkom of goed om jou te zien. Of we zijn hier bij iets heel vreselijks en het is juist goed om elkaar even aan te raken. Als je bij een begrafenis bent of een hele treurige andere gelegenheid. Ja, juist dan wil je dat contact hebben en daar hoort soms ook bij elkaar aan te raken. We kunnen elkaar ook weer steeds meer opzoeken, gelukkig. Dat komt natuurlijk ook door het vaccinatieprogramma. Absoluut. Vindt u dat geslaagd? Kijk, als je naar de grote getallen kijkt, is dat absoluut geslaagd. Daar waar we begin januari met z'n allen nog dachten, waarom is Nederland nou zo laat? 1 week later dan andere, alles is relatief. Nou, vergeleken met Groot-Brittannië. Maar vooral met andere landen, maar ook andere andere EU-landen, die toch ongeveer gelijktijdig hetzelfde vaccins op de markt kregen. Ja. Waren we traag gestart. Dat heeft ook wat trager voortgeduurd. Maar we hebben ze inmiddels ingehaald. Noord-Rijn-Westfalen heeft vorige week zelfs stilgelegen bij gebrek aan vaccins. Ja. Nou, dat hebben we nu niet. We kunnen ons zelfs nu permitteren om vaccins niet meer toe te passen. Wat ik op zich ik jammer vind, want
Ik vind gegeven de kleine risico's die bij die vaccins horen, moet je gewoon juist maximaal door prikken. Maar dat is niet te min. We zitten nu op het moment dat wij spreken 10,5 miljoen, misschien al richting de 11 miljoen prikken. Positie. En ja, nog een paar weken, dan is een groot deel van de bevolking zelfs al optimaal gevaccineerd. Die hebben er niet één prik gehad, maar al twee prikken. Het zal voor de vakantie misschien nog net even moeilijk worden. Maar laten we eerlijk zijn, als dat ons grootste probleem is, of we wel of niet in het buitenland op vakantie kunnen, dan hebben wij het toch gewoon goed gedaan. Ja, dat gaat u zelf dus bewust niet doen? Nee, mijn vrouw en ik hebben eigenlijk op dit moment de overweging, daar zitten nog best wel veel onzekerheden. Niet zozeer in het vaccinatieprogramma, want mijn vrouw en ik zijn over een paar weken ook bij degene die dan de prikken hebben gehad, zo in juli. Maar je weet ook niet wat in het buitenland is. De quarantainebepalingen, er kunnen natuurlijk weer uitbraken her en der ontstaan. We vinden het wel een onzeker iets om iets op te plannen. Dus als er iets gaat gebeuren, dan zitten we denk ik in augustus of zo. En misschien nog beter een keer in het najaar wat eruit is. Maar het afgelopen jaar ook niet slecht bevallen. Dus we hebben bewust gekomen, we blijven wel thuis. Ja. Nu het zo goed gaat. Ik zei al als stelling, we kunnen misschien toch wel iets organiseren in de derde week van juli. Eens. Ja, zeker. Dat kan. En er zijn ook wat zaken die al opgezet worden. Onder andere de voorjaarskermis. Die gaat eigenlijk naar juli. Het laatste staartje van die kermis is ook juist in dat eerste weekend van wat normaal de Vierdaagse zou zijn. Het Moutfestival wil ik zeker vermeld raden. Dat is ook twee keer uitgesteld, maar dat gaat zeker door. En misschien kan er nog wel wat. Het zullen wel allemaal kleinschalige dingen doen. Hè? Dus de mensen die nu het idee hebben van, we kunnen nog door de stad heen met allemaal pleinen en hekken omheen te evenementen gaan doen, die wil ik er wel op wijzen van, evenementen organiseren kost je echt heel veel tijd. En niet omdat de gemeente die tijd nodig heeft, maar je hebt zelf ook tijd nodig. Je moet dan je eigen bewaking, je eigen verzorging, je moet alles regelen. Dat is niet alleen een kwestie van een paar terrastafeltjes neerzetten en bieren schenken. Je moet een heleboel organiseren. En het kan eigenlijk alleen maar als je een afgezet terrein hebt waar iedereen dus een test heeft moeten doen. Want dat is de eis, dan moet je een recente test hebben. Nou, dat is natuurlijk door de Vierdaagse feestorganisatie ook uitgezocht. En dat is bij duizenden en zeker bij tienduizenden mensen gewoon praktisch niet te doen. Tenzij iemand serieus durft te weten dat we de hele binnenstad moeten gaan afzetten. Maar dat zullen de winkeliers en de bewoners ook niet echt leuk vinden. Maar dan kun je dus ook geen klanten en bezoekers meer ontvangen. Dus dan maak je van de hele binnenstad zou je dan een evenemententerrein kunnen maken? Ja, dat is gewoon niet reëel. Daar is dus naar gekeken door de Vierdaagse feest. En daar is ook op advies van politie en brandweer en de GGD van gezegd, ja, dat is gewoon niet reëel. Dat kun je gewoon niet veilig doen. En nogmaals, dan heeft het ook behoorlijke consequenties op het leven. Ja. Voor al die winkeliers, hun klanten, mensen die er wonen, hun bezoekers. Ja, die kunnen daar niet komen zonder dat ze getest zijn. Dus, dat wordt wel ingewikkeld. Hè? Dus wat er kan gebeuren zal kleinschalig zijn. Komt dat dan rond nog met vergunningen als mensen dat nu aan doen? Nou er is wel wat bezig. Ik denk ook rondom het honigterrein, bij de Vazen. Er zijn natuurlijk, ik noemde net al die kermis en het Moutfestival. Er komen zeker wat evenementen. Maar we moeten wel een beetje reëel zijn. Ja. Zelfs een kleinschalig vierdaagse feest een week lang, dat gaat niet gebeuren. En noemen we het dan Vierdaagse feest als er toch iets gebeurt? Nou, Vierdaagse feest is natuurlijk van de Vierdaagse organisatie. Ja. Dat kun je niet zomaar gaan overnemen. Ik vind het ook onverstandig, want dan suggereer je dat het daar vergelijking is. Dus misschien dat iemand nog iets als zomerfeest kan halen. Dat begrip kennen we ook. Dat mochten we toch niet meer gebruiken? Maar dat is geen gepatenteerd begrip. Kijk, ik denk verstandig is iemand die een leuke evenement heeft. Ik zou zeggen, kom nou ook snel met een aanvraag. Want alleen over praten van, ja, we kunnen iets doen, daar kunnen wij niks mee. Kom dan ook snel met een vergunning aanvragen. En laten we nou niet te lang blijven stilstaan bij Vierdaagse feesten als zodanig, want ja, die zullen er niet zijn. En de Indian Summer Parties misschien? Dat we in september weet je wat leuk is? Ik hoef me als burgemeester moet ik me over veel dingen druk maken. Maar de namen van het evenement laat ik graag aan de organisatoren over. Ik vind het prachtig. Nou, los van de naam, maar zouden we dan gewoon de hele week naar september kunnen verplaatsen? Nou, nee, want dan speelt iets anders. Kijk, dat heb ik ook aan de gemeenteraad verteld. Politie, GGD, al die hulpdiensten, net zoals de zorgsector, die snakken ook naar een aantal vrije dagen. Die hebben echt moeten die op adem komen. Dus we gaan niet al die evenementen nu in september plaatsvinden. Nee, we hebben vanaf 6 mei een nieuwe evenementenkalender gemaakt. Dus er zal zeker ook in september wat plaatsvinden. Maar we gaan niet, zeker niet die hele grote, dat gaat niet meer gebeuren. Dat is ook los van het feit dat je dan nu je concurreert in dezelfde hoek. Maar dat is gewoon niet te behappen. Nee, we moeten accepteren dat corona in de tijd zelf effect heeft. Maar het heeft ook in de
effect, een na-el-effect. Ook als de eigenlijke crisis in de zomer wellicht afgelopen lijkt. Niet alleen in de zorg dus. Exact, onze hulpdiensten moeten ook echt wel even op adem kunnen komen. Ja. Voor ons weer vanaf de winter weer door te gaan. Let op, het normale werk is flink blijven liggen. Hè. We lazen vandaag alweer het bericht dat een heleboel uitgestelde operaties in de zorg. Ja. Nou ja, misschien ook niet nu kunnen worden ingehaald, ook veel langer duren. Nou, zo is het ook bij de politie. Die hebben uren nodig gehad om op alles te controleren en te handhaven. Van avondklok tot groepsvorming. Dat heeft heel veel extra uren gekost. Maar ondertussen begint de reguliere criminaliteit ook weer op te gaan. De overlast die we altijd in de zomer hebben, wat bij de zomer hoort van mensen die erop uitgaan. Ja, ik voorspel het, die zal weer volop losbarsten. Daar moeten wij ook op handhaven. Ja. Over overlast gesproken. Ja. Er staan hekken bij de Waalkade sinds vorige week. Ja, dat is een extreem voorbeeld waar we zo moeten ingrijpen. De overlast die daar met name sinds het vroege voorjaar van vorig jaar, dus al een hele ruime tijd, op echt fors erger is geworden, heeft heel veel te maken met mensen van buiten Nijmegen die met hun voertuig, een auto, een scooter, een quad, noem het maar op, daar rondgaan, parkeren, dan lawaai veroorzaken, intimiderend gedrag. Of juist door hun verkeersgedrag gevaarlijk rijden, lawaaimakend, echt onacceptabele overlast. Ik denk dat alle binnenstadbewoners dit herkennen. Maar dit is wel wat erger dan wat je bijvoorbeeld op reguliere andere plekken in de binnenstad over wijken hebben. Dit zijn geen groepjes jongeren die bij elkaar staan en naast de snackbar misschien iets te veel lawaai maken om 1 of 11 uur 's avonds. Dit gaat echt over verkeersoverlast en ook in toenemende mate intimiderend, ja zelfs agressief gedrag. En het is bijna wachten tot het een keer echt uit de hand loopt. In ieder geval, het is gewoon onacceptabel. Dit kun je gewoon niet de hele zomer zo nog een keer toestaan. Nee. En we hebben natuurlijk in eerste instantie, want de vraag die je kunt stellen is, waarom moeten er dan nu verkeersmaatregelen met hekken afsluiten en zo? Want vorig jaar is er ook al tegen opgetreden. Er is gigantisch opgetreden. We hebben vorig jaar alleen al vele honderden boetes door politie en BOA's zien uitschrijven. Maar het heeft ze niet doen stoppen. Het wezenlijke probleem al daar is dat we nu te maken hebben met mensen, groep, individuen. Die hebben niks met Nijmegen, die komen van echt verder weg. Hoe weet je dat eigenlijk? Inmiddels, kijk, er zijn natuurlijk zoveel aangehouden. Als ze volgen, dan weet je wie het is. En dan kun je natuurlijk als politie en gemeente zien. Oh, dat zijn geen mensen hier, dus we hebben ze natuurlijk wel in de gaten. Het lastige is dat ze daardoor ook voor onze jongere medewerkers, ja, daar krijg je er geen vat op. Want je kunt wel een gesprek met ze aangaan, maar daar hebben ze natuurlijk gewoon lak aan. Want ze gaan op een gegeven moment gaan ze toch naar huis. Dus je hebt geen contact. Er is ook niemand. Kijk, ouders van hen of buurtgenoten hebben er geen last van. Want ze komen het hier doen op de Waalkade. Maar dan zouden jongere werkers in hun woonplaats dat moeten oppakken. Ja, maar dat is heel erg lastig. Als jij van 100 kilometer verder komt of wat dan ook. Dan, en je bent een eenling, dan is het heel lastig te doen. Ten meer als je thuis niks geks doet. Dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat de overlast hier echt onacceptabele grenzen is overgegaan. En onder andere hebben we gewoon zeer, het heeft heel veel te maken met het verkeersgebruik, het parkeergebruik. Dus daar hebben we nu de maatregel daarop gelegd. Want je kunt ook niet 7 keer 24 uur altijd politie daar hebben. We hebben ook op andere plekken in de stad, ik zei net al, deze zomer rondom de Walen, zo weet je gewoon, moet er genoeg gebeuren. Er zal ook parkeeroverlast zijn, er zullen ook mensen overlast veroorzaken. Ja. Daar moeten we ook op ingrijpen. We kunnen ook niet alle onze politie- en BOA-mensen alleen maar op één stukje van de Waalkade inrichten. Nou ja, so far so good. De eerste dagen heeft het wel een dempend effect gehad. En laten we hopen dat dat ook over een paar weken de conclusie is. We hebben als college aangekondigd dat als de maatregelen na een paar weken goed werken, of in ieder geval tot 1 september mee doorgaan, als het echt helpt. Wie weet is het daar nou ook even nodig. Hangt een beetje af hoe is dan nog het weer. Hè? Het is ook wel in de zomer. Het is vooral zomer, hè? Voorjaar is het natuurlijk ook altijd heftiger dan in de winter. En dan kun je zeggen, moeten we dat dan elk jaar doen? Kijk, waar we in volgend jaar, 2022, ook 2023, gaat de Waalkade sowieso daar op de schop. Er wordt een 30 kilometer zone, met andere woorden, er wordt die zo ingericht dat die toch al minder interessant is voor autoverkeer. En ja, samen met misschien wat maatregelen we nu hebben, heb je dan ook een blijvend effect, waardoor we hopen dat ook blijvend het autoverkeer en dus ook deze overlastgevers minder wordt. Iets veel leukers is de promotie van NEC. We hebben een heel seizoen met z'n allen lopen nuilen op het spel. Ja. Dan word je strompelend 7e, speel je 3 goede wedstrijden en hup, Eredivisie. Was u ook zo verrast?
Het was wel een verrassende promotie. Ik moet wel zeggen dat na die eerste wedstrijd play-offs tegen Almere je wel idee had van ze hebben wel een formule gevonden die staat. En ja. Dat hadden ze in de laatste wedstrijd van de competitie, zag je het aankomen. Met Barreto naar achter, meer die verdedigende opstelling. Althans vanuit een hechte verdediging erop uitgaan. Maar ja, het is zoals bij alle toernooien, het zal bij het EK niet anders zijn. Je wint niet alleen maar omdat je de beste ploeg hebt, maar ook omdat alles mee zit en het net op een goede moment valt. Ja. En dat was bij NEC zo. Dus ja. Een mooie verrassing die ja, heel lekker smaakte. Gaat u volgend seizoen naar alle thuiswedstrijden? Nou, ik ga nooit naar alle thuiswedstrijden, maar 6 à 8, het varieert. Dus ongeveer de helft ben ik zeker aanwezig. Ja, dat zal volgend seizoen denk ik ook wel zo zijn. En zou het dan kunnen dat dat stadion, seizoenkaarten zijn allemaal uitverkocht, dus hij zou vol kunnen zitten, de Goffert? Gaat dat gebeuren, ook gezien de maatregelen die misschien dan nog wel gelden? Ja, als het doet, coronamaatregelen. Kijk, heel bepalend gaat worden hoe het kabinet gaat besluiten over de 1,5 meter eis. Ja, want ja. Als het gaat zoals het nu gaat, hè, dan hebben we op 30 juni eigenlijk de laatste versoepelingen. Behoudens de verplichting voor dragen van een mondkapje en die 1,5 meter. Als die 1,5 meter verplichting bij wijze van spreken in de loop van de zomer er ook afgaat, ja, dan kun je in ieder geval misschien niet de eerste wedstrijd, maar wel vanaf het begin van het seizoen met een vol stadion ook echt gaan werken. Dat zal heel bepalend zijn. Anders krijgen we de situaties, ofwel zoals we die in september vorig jaar hebben gezien, hè, daar had je ongeveer 1/3 gevuld, ofwel iedereen zal zich moeten laten testen, dat hebben we ook eerder gezien. En dan kun je alsnog met z'n allen binnen 1,5 meter in het stadion. Maar dan moet je dus elke wedstrijd vooraf laten testen en dan wordt er gewerkt met die timeslots. Dus dat heeft wel een effect op je bezoek. Maar ja, goed gezien het enthousiasme is dat iets wat veel voetballiefhebbers misschien op de koop toe willen nemen. Ja, maar goed, voetballiefhebbers kunnen eerst nog naar het EK kijken. Er is genoeg. Durft u een voorspelling te doen wie er Europees kampioen wordt? Ik denk dat het wel eens tijd zou kunnen zijn voor outsider Italië. Outsider Italië, ja. Dan zeg ik Frankrijk en dan kijken we naar de dat is wel een hele makkelijke en veilige keuze. Ja, dat mag niet, een veilige keuze. Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Laat ik zo zeggen, we zijn het er in ieder geval over eens dat als Nederland daar zou komen, dat is nog een groter mirakel dan dat NEC probeert. Ja, en dan zijn wij nog verraster, inderdaad. Dat zou, ik denk dat die blij mogen zijn als de laatste 8 halen. Nou, laten we dat dan in ieder geval nog hopen, ja. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.